Ja, ik vind het altijd wel heel gezellig. Wel heel veel vrouwen. Ik ben een van de weinige mannen altijd. Maar... Bent u dan ook de hele tijd aan het wachten op uw vrouw? Ja, maar ben in goed gezelschap. Dus samen wachten, dat komt altijd wel goed. Stokdagen in Arnhem zijn weer begonnen. Dit jaar is het net iets anders. Waar vorig jaar de Eusebiuskerk de hoofdlocatie was, is dat dit jaar het Muzestheater. Maar er kan ook gewinkeld worden in het centrum en het molenkwartier. Tijdens de stokdagen verkopen ontwerpers voorraden die je normaal niet in de winkel vindt. Ja, ik heb heel veel limited editions, experimentjes, gewoon dingen die altijd in je lades blijven liggen in je atelier. En die komen dan met dit soort stokdagen naar boven. En ik verkoop ook mijn nieuwe collectie, dat wordt ook in winkels en museumwinkels verkocht. Maar de meer experimentele dingen en unique pieces, die zijn hier dan in de sale te koop vandaag. Oude samples, oude stok en we hebben een nieuwe collectie ook bij ons. Ja, de hooplocatie is dus Muzes. En daarnaast heb je in de stad 26 winkels waar ze heen kunnen. En in het modekwartier zijn 13 winkels waar ook stok wordt verkocht. Prachtig bijzonder pand. En de sfeer is goed. Ik heb al eerdere edities meegedaan. Dus ik ken ook een aantal mensen. En ja, dat is ook weer superleuk. Het is altijd leuk. Ik doe al denk ik 4-5 jaar mee en het is altijd leuk. Het is een van mijn lievelingsbeurzen. Ik vind deze locatie heel mooi, ook omdat die licht is, maar het is een prachtig gebouw. De Eusebiuskerk was ook een prachtig gebouw. Nou, we hebben het al eerder, volgens mij zijn we hier geweest en toen was het ook in een kerk, volgens mij. Ik vind het altijd wel heel gezellig. Maar deze is wel veel open. Ik vind de locatie echt heel leuk en een gezellig sfeertje. Maar ik vind het fantastisch, de stoffen, de ontwerpers, de creativiteit, de sfeer, de vriendelijkheid. Nu dat het sinds een aantal jaar weer is, zijn er dan ook meer ontwerpers die zich ingeschreven hebben dan de afgelopen jaren? Nee, we merkten dat er echt ook ontwerpers hebben natuurlijk een hele moeilijke tijd achter de rug. Dus we merkten dat het minder storm liep dan afgelopen jaren. En uiteindelijk hebben we het gelukkig, is het volle bak weer en zijn er weer, hier staan 76 ontwerpers uit heel Nederland. En ook qua winkels en zo zijn er gelukkig weer heel veel die hun hoofd boven water hebben gekregen. Maar we merkten wel dat het moeilijk is geweest en dat het minder storm liep. En heb je al mooie pareltjes kunnen vinden? Ja, ik heb tassen vol al, joh. Mooie vesten en leuke oorbelletjes, een jurkje, dus goed geslaagd. Ik heb een heerlijke warme merino jurk met een legging en ik heb een zijden jurkje. Ga je nou zelf nog even winkelen of heb je daar geen tijd voor? Nou, ik heb al gewinkeld. Ik heb mijn budget er al bijna doorheen. Dus ik moet me inhouden en dat is altijd heel moeilijk. Dus ik geef mezelf altijd een budget. Maar ik ga zeker nog overal. Ik ga sowieso overal kijken. En ik kan mezelf niet beloven dat ik me helemaal in kan houden.